programma is een mix van onderzoekers in allerlei velden, van hele oude middeleeuwse teksten tot kwantummechanica, die ICT gebruiken om hun onderzoek beter te kunnen doen, dingen te kunnen doen die ze zonder ICT niet kunnen. En daarover vertellen ze aan elkaar, zodat je daarvan kan leren en ook hopelijk andere onderzoekers geïnspireerd worden om met behulp van goede ICT nog beter onderzoek te doen. En nu doen we alles in 0 en 1, de gewone bits. Maar er is een alternatieve manier die nog wel heel exotisch is. We kunnen nog niet maken, maar we kunnen er wel alvast over theoretiseren. En als dat kan, als we dat ooit kunnen maken, zou het veel en veel snellere oplossingen geven voor moeilijke problemen. De bedoeling is dus ook dat researchers leren dat ze daarbij gebruik kunnen maken van de dingen die SURF levert. Dat je niet zelf een ICT-specialist hoeft te worden, maar dat wij kunnen helpen in het leveren van die dingen die je nodig hebt om op jouw vakgebied het beste te kunnen doen wat je wilt. Het belangrijkste voor mij vandaag is eigenlijk dat ik gewoon nieuwe dingen leer, dat ik nieuwe mensen leer kennen en nieuwe netwerken opdoe. Ik vind het heel erg levendig. De praatjes waar ik bij geweest ben waren veel vragen uit de zaal en veel discussie. En ik vond de thema's mooi gekozen, dus ik vermaak me uitstekend. Hoe eerlijker je deelt en hoe vrijer je daarover bent en niet schaamt voor foutjes, hoe rijker die informatie eigenlijk wordt. Dus het feit dat andere mensen er wat mee kunnen gaan doen, dat geeft eigenlijk de waarde van je data. Niet wat je er zelf mee doet. Ik heb een sterk technische achtergrond, ik ben geneticus. Maud is antropoloog, heeft een sterk maatschappelijke achtergrond. En we proberen daar ook in de presentatie al een beetje een soort vertegenwoordiging te geven van kijk eens, dit is de manier waarop je dan zou moeten samenwerken. Het was weer een typische surfdag. Goede verhalen. En wat ik altijd heel belangrijk vind is erg veel ruimte voor networking. De toegevoegde waarde van deze dag is dat het nu echt er een balans is tussen onderzoekers uit het veld zelf, aanjagers, initiatiefnemers, maar ook mensen die achter die eerste voorhoede zitten, naast de ondersteuners. I thought it was an excellent conference. I was delighted that the conference was in English and it really gave me an insight into developments in the Netherlands. We hebben een aantal projecten lopen, maar ik heb nu een aantal mensen gesproken waarvan ik dacht van hey, daar liggen weer mooie combinaties. Ja, dat is altijd het leukste van zo'n dag. Nieuwe kansen.